Zo. Dit is een reeds geïsoleerde vloer met PUR. Ik wilde even laten zien, want ik vind dat er nogal lompe misverstanden bestaan over PUR. De isolatiewaarde is echt wel helemaal top. Je kunt de vloer heel goed geïsoleerd krijgen, alleen het vochtprobleem wat je ermee op je nek haalt. Hey, kijk hier, dat is gewoon gigantisch. Nou, deze mensen waarvan het huis is, die hebben geuit dat hierboven een flink vochtprobleem is op de wand. Het stukwerk laat los, hè, dus de hechting die is helemaal weg. Nou, en dit is een beetje de oorzaak. Een goed geïsoleerde vloer met PUR. Maar een beetje jammer dat dan ook alle ventilaties komen te vervallen. Want alles wordt dichtgespoten met die rommel natuurlijk. En ik denk wel eens ooit, als je je huis dan wil afbreken, wat voor een afval is er? Is er gewoon chemisch afval dan eigenlijk allemaal? Alle leidingen kun je niet allemaal meer recyclen, toch? Kun je gewoon wegpleuren. Denk ik, hè? Misschien zeg ik iets stoms. Maar in ieder geval, het vochtprobleem uit zich hier. Maar wat je ziet is dat natuurlijk ook die wanden met die PUR worden volgespoten. De funderingswanden. En op zich is dat wel goed om een koude brug te ondervangen, maar dat kan veel slimmer. Nou, wat je vaak ziet is ook dat hier dus het vocht ontstaat en hier naar binnen wordt gezogen. Dus hieronder. Kijk, want je zult zien hier, kijk hier, hoor het. Het is gewoon hol. Kijk, het heeft ook totaal geen binding. Je zult zien hoeveel vocht eraf komt, let op. Zeiknat. Nou, dat vocht, dat trekt hier, of dat hoopt hier op, trekt hier de capillaire in en wordt naar boven gezogen. Capillaire, dus de tunneltjes, eigenlijk de open holle bestanden of stukjes van het beton. Daar kan een vocht ingezogen worden en dan zuigt het naar boven. Waardoor de muur vochtiger wordt en het stukwerk natuurlijk geen binding meer heeft. Je kunt je voorstellen, als je hier tegen een vieze, vettige funderingswand PUR of welk product dan ook, cement of zo, spuit, op dat vettige bindt hij niet of hecht hij niet. Kijk, zie je, dit wrijf je er ook zo af. En dit ook, dit mag helemaal niet. Klop, klop, klop. Is leuk, maar dat wil ook zeggen dat het geen hechting heeft. Dus daar kan ook allemaal vocht achter. Ah, jongen, mensen, alsjeblieft, je wordt zo opgelicht met die rommel. Je haalt je zoveel problemen op je nek. Nou ja, we hebben hier noppenfolie neergelegd en daarna een bodemfolie. De verdamping van het vocht uit het zandbed gaan we tegen. En dit is een leuke. Kijk, hier. Dat wordt allemaal... Hoe krijg je het er toch ooit af, hè, zou je zeggen? Nou, die gasten die zijn er hiermee opgehouden. En wij gaan het nou afmaken. Want het kan heel vaak goed gaan met PUR, hè. Het heeft echt wel isolatiewaarde. Is leuk. Voor als je iets heel lang koud moet houden. Maar warmteisolatie, nee. Je moet die rotzooi hier niet gaan verwarmen, af laten koelen door vloerverwarming. Dat is in combinatie met dat vocht, krijg je gewoon problemen. En iedereen die dat ontkent, dat is een grote crimineel. Dat is echt een grote crimineel. Dat durf ik te stellen. Het is gewoon rommel. Nogmaals, ook voor de maatschappij. Dat wil je toch niet? Hier moet je kijken. Als dit huis ooit afgebroken wordt, dan is dit mooi bouwafval. En dat dan. Kan daar geen kwaad. Nee joh. En de CO2-uitstoot om het hier te brengen en te maken, is die dan wel evenredig aan wat die mensen gaan besparen? Of waar zijn we nou mee bezig? Want als dit een milieuoplossing is, ja, dan, of een milieubesparende, een energiebesparende, dan slaan we de plank goed mis. Met z'n allen. Gelukkig is het tonzon. Dat is het beste alternatief voor de risico. Kijk, en daar zijn we hier mee bezig. Een mooie bodemfolie tegen het vocht, zoals het hoort. Een echt isolatiebedrijf. Niet van de halfwerk. En wij zorgen dat er geen vocht meer onder die vloer komt. En daarna gaan we een droge vloer isoleren. En geen grappen.